Ilse, kun je even kort vertellen wie jij bent? Ja, ik ben Ilse van den Berg en ik exposeer hier in het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch van 17 januari tot 28 maart. Oké. En waarom wil jij in het ziekenhuis exposeren? Ik vind het ziekenhuis een hele mooie plek. Er komen veel mensen. Ik probeer met mijn werk heel veel emotie uit te drukken en dat doe ik voornamelijk door kleur. En dat is hier eigenlijk een goede plek. Oké. Okay. Ja. En omdat jij zelf niet bij de opening kunt zijn, maken wij nu een filmpje. Zodat je er toch een beetje bij bent. Ja. En ik ga jou wat vragen stellen over jouw achtergrond. Ik las dat jij technische materiaalkunde had gestudeerd in Delft. En daarna ben je naar de Academie voor Beeldende Kunsten gegaan. Kun je iets vertellen over wat is technische materiaalkunde en van waar die overstap naar de beeldende kunsten? Technische materiaalkunde is een opleiding die eigenlijk gaat over eigenschappen van materialen. Vroeger was het vooral metaal, tegenwoordig is dat meer kunststof die toegepast worden. En ja, je kijkt naar eigenschappen. Dus zeg maar een telefoon die vroeger met één keer vallen kapot ging. En hoe je dat dan kan verbeteren zodat die 10 keer kan vallen voordat die kapot gaat. Dat is dan een... Ja. En waarom had je voor die opleiding gekozen? Ik heb daar eigenlijk voor gekozen door de combinatie van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Dat trok je aan? Ja, dat trok mij aan. Maar toen had je de opleiding gedaan en toen dacht je... Ja, dat dacht ik voor de opleiding al. Maar toen heb ik toch eigenlijk gekozen om eerst... de techniek in te gaan. En toen ik klaar was, toen heb ik gezegd, nu ga ik dus creatieve vak opzoeken. Met al die materiaalkennis die ik nu heb, om te kijken of ik daar iets in de kunst mee kan. Ja, dat staat los. Dat staat los? Ja, dat staat eigenlijk los. Want heb je er voordeel van die materiaalkennis, nu je kunstenaar bent? Nee, ik gebruik het nu niet. Ik heb nog wel ergens in mijn hoofd zitten om ooit met metaal te gaan werken. Maar het is vooral het abstracte denken wat ik gebruik in de kunst. Oké. Okay. Ja. Kan je daar wat meer vertellen? Hoe is jouw ontwikkeling als beeldend kunstenaar gelopen? Op de academie heb ik eigenlijk vooral een strijd gehad tussen het rationele denken, wat ik heel erg in mijn schilderijen stopte. En dus veel meer op de gevoelskant, wat ik eigenlijk ben, om daarop te gaan vertrouwen. Mm-hmm. Dus echt die abstracte kant die ik geleerd heb op de universiteit, om die dus wel te gebruiken, maar meer vanuit het gevoel te benutten dan vanuit de ratio te benutten. Ja. Nou, het is jammer dat we nou even niet beelden kunnen laten zien, maar de mensen die de tentoonstelling bezoeken, die zullen die abstracte kant ook herkennen aan de vormen die jij toepast in je werk. Vanaf 2008 werk je regelmatig in Finland. Hoe ben je terechtgekomen en wat zoek je daar in Finland? Ja, de vraag wat ik daar zoek, daar ben ik nog steeds niet achter. Okay. Dus daar probeer ik nu eigenlijk, nu ik in Finland ben, daar eigenlijk onderzoek naar te doen met de mensen zelf. Dus ik wil veel meer interactie gaan zoeken wat voor hun Finland is. En dan kan ik mijn stuk van Finland daar tegenover zetten. En ik ben eigenlijk in Finland terechtgekomen omdat ik, Scandinavië mij altijd trekt en de reden niet weet. Nee. En ja, toen is het Finland geworden en daar ben ik eigenlijk tot nu toe steeds naar teruggegaan. Ja. Want dat is ook de reden, hè? Januari en februari ben jij artist in residence in Finland. Daarom ben je nu ook niet bij de opening van de expositie. Ja. Wat ga je daar doen? Ik ga daar werk maken. Ik zit nu op een plek aan zee, aan de Baltische Zee. Dus ik kan het nu vergelijken met een Nederlandse strand. Wat dan anders is. Ja. En ik zit aan een riviermonding, dus ik heb veel water en vormen van water die ik toch in mijn werk vaak opzoek. Ja. En daarnaast ga ik lesgeven aan middelbare scholieren. Oh, dat is ook leuk. In het Engels dan of zo? Ja, in het Engels met een paar woorden Fins. Die je inmiddels geleerd hebt. Ja. En dat, eigenlijk is het thema daarin landschap. Ja. Landschap in taal, taal en geest. Ja, want je bent nog een beetje bezig om uit te zoeken wat wij nou precies in het Jeroen Bos Ziekenhuis te zien krijgen. Ja, klopt. Maar in welke werken zien wij Finland terug, die jij nu al hebt uitgekozen? Het zit gedeeltelijk ook in het kleurgebruik.
En ik ben, ga heel veel takstructuren, werken met takstructuren inbrengen. En waarschijnlijk een serie knipsels van bomen die ik een paar jaar geleden in Finland gemaakt heb. Oké, ja. Dat gaan we zien. Ja. Je maakt ook boekjes over je werk. Ja. Wat voor functie hebben die voor jou en eventueel voor de lezer? Ze hebben voor mij eigenlijk vooral een functie om periodes af te ronden. Okay. Dat ik denk, nu ga ik een andere kant op, dus dan ja, wil ik eigenlijk een boekje maken. Ja, zodat ja. dat vast ligt wat ik gemaakt heb. Ja, ja. Nou, we hebben jou gekoppeld aan Cécile Kemperink, ja. keramiste. Jullie hebben elkaar ontmoet in het ziekenhuis. Hoe kijk je aan tegen de combinatie van jouw werk met dat van haar? Ja, ik vind het een hele mooie combinatie. Toen ik het hoorde heb ik op de website gekeken en toen dacht ik ja, helemaal goed. En waarom is het zo'n mooie combinatie? Omdat ik heel duidelijk de verwantschap in verbindingen zie die ik zelf graag in mijn werk zoek. En op de academie heb ik 3D-werk gemaakt. En eigenlijk ging het daar ook in verbindingen van vormen en verbindingen van lijnen. En ja, dat zie ik in haar werk terug. Okay. Dus zij sluit, ja, ondanks dat ik geen 3D-werk maak, daar toch voor mij heel erg op aan. Ja, dus, ja. De kijker in op de bezoeker van de expositie kan zo meteen in haar werk en dat van jou zoeken naar die verbinding. Dat is jouw daarbij. Ja. Ja, nou, spannend. Ja. Ik wens jou heel veel succes in Finland en ik ben benieuwd met wat voor mooi werk jij terugkomt. En we hopen daar nog veel van te zien. Dankjewel voor het interview. Ja, dankjewel.